Hey, mijn naam is Winston Scholsberg. Ze noemen mij de Public Speaking Architect. Ik help je namelijk je verhaal te vinden, te vormen en dat verhaal in elke situatie met kracht en zekerheid te vertellen. Voordat ik verder ga, like en subscribe voor meer video's. Dankjewel. Ik heb besloten om een serie video's op te nemen en dit is de eerste van een serie van 50, want ik ga je 50 tips geven. Tip 1 uit mijn boek 50 tips voor wervend spreken gaat over empower yourself. Empower yourself, wat betekent dat? Voor mij betekent het het voorbeeld nemen van hoe de Amerikanen dat doen. Die zijn USA, USA, the greatest country in the world. Dat is wat zij doen. En in Nederland merk ik dat we het tegenovergestelde doen. We houden ons klein. We praten over het boekje, kopje koffie, ik heb een zaakje. Dat is een heel andere mentaliteit. Ik durf te zeggen dat als jij naar jouw bedrijf zou kijken en je zou op een meer empowered manier kijken, dus jezelf neerzetten zoals je natuurlijk bent, zodat je een expert bent, zodat je elke dag inleest over de nieuwste snufjes, de nieuwste technieken, jezelf verbetert, dan kan je als je 1% verbetert elke dag 1% beter presenteren, want daar heb ik het over. Jouw bedrijf vertegenwoordigen als de top-expert die jij bent, dan maak je na een jaar of een maand maak je een waanzinnig verschil. Maar je moet wel durven uit je comfortzone te stappen. Je moet wel durven om dat verhaal, jouw bedrijf, jouw verhaal, jouw product zo te presenteren dat andere mensen enthousiast worden. En dan helpt het, durf ik te zeggen, helpt het om meer die Amerikaanse mindset te hebben. Je moet het natuurlijk waarmaken. Je moet de Amerikaanse mindset hebben met de Hollandse nuchterheid. Wat een mooie combinatie. Dus empower yourself met knowledge, met kennis als een expert. En dat gaat helpen. Nou, dit was een korte tip. Ik zei dat ik het kort zou houden. Maar vergeet niet, op 16 en 17 september geef ik weer een tweedaagse masterclass in Rotterdam. Hieronder kan je de informatie vinden om je aan te melden. Ik zie je volgende keer bij tip 2. Bye bye.